Hoi, daar ben ik weer. Ja, ik zit nog steeds op deze berg. Ik heb net een wandeling gemaakt, geocaching gedaan, schat gevonden. En op basis van die wandeling heb ik dus drie tips. De eerste tip vind je in een ander filmpje. En dit is de tweede tip. En die tip gaat erover dat de wereld is driedimensionaal. Ja, dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar we vergeten dat vaak, hè? En met geocaching vergeet je dat helemaal, want dat is wel interessant. Dan heb ik zo'n GPS-apparaatje, nou, ik heb het niet zo snel bij de hand. Maar daarmee, die geeft dus aan hoe ver het is, maar dan wel, zeg maar, gewoon hemelsbreed. En toen ik begon was het 1 kilometer. Nou, 1 kilometer, dat is een kwartiertje lopen, denk ik. Nog niet eens, 10 minuten. En dan ben je er. Maar niks was minder waar natuurlijk. Want dat ding dat wees gewoon recht omhoog. En ik moest die berg op, maar dat kon helemaal niet. Dus ik moest gewoon braaf het pad volgen. En al met al ben ik denk wel een uur aan het wandelen geweest. Nou, en in het dagelijks leven, in ons bedrijfsleven, denken we eigenlijk ook vaak zo. We hebben een bepaald doel voor ogen, we willen een bepaalde kant op. En we denken dat er een rechte weg naartoe loopt. Of we denken dat het ene, dat we alle factoren kennen die van invloed zijn op die weg en op het bereiken van ons doel. Maar dat is niet zo. Want, als je me een beetje kent, intuïtie is een hele belangrijke aspect, zeg maar, wat ik gebruik in het ondernemen. En ja, daarmee haal je eigenlijk nieuwe dimensies ook bij het ondernemen. En natuurlijk weet je, de wereld is dus meer dan driedimensionaal, want wij leven in een driedimensionale wereld, dat weet ik. Maar misschien is hij wel 4- of 5-dimensionaal. Dus kijk, als je dus bezig gaat met ondernemen en met het bereiken van je doel, of je niet een beetje een oogklep op hebt. Of dat je niet 1, 2 of 3-dimensionaal aan het kijken bent. Is er niet een andere dimensie die je erbij kunt betrekken, waardoor je een nieuwe wegen vindt, waardoor je een nieuwe pad vindt naar je doel? Want dat is wat ik ervaren heb. Op makkelijkere wegen, want dat kan ik je ook wel verklappen. Ik had natuurlijk recht omhoog kunnen lopen. Maar ja, dat was flink klauterig geweest. Had ik ook niet de goede apparatuur en de nieuwe goede spullen voorbij me. Dus dan accepteer je gewoon dat de wereld dus, dat je dus een ander pad moet gaan bewandelen. En als je alleen maar denkt van oké, ik moet recht op mijn doel af. Of de wereld is inderdaad een soort van plat. En oh shit, ik kom een berg tegen, wat moet ik nu? Ja, dan raak je in verwarring. Nou, dus het kan goed zijn als je in verwarring bent of als je even niet meer weet hoe je verder moet. Denk dan maar eens, misschien is de wereld wel 3, 4, 5, misschien wel 9-dimensionaal. Dus dat is mijn tweede tip op basis van deze wandeling. Is dat je eens verder kijkt dan je neus lang is. Gebruik eens andere dimensies bij het realiseren van je doel. Veel plezier!